En de Stichting Fondsontwikkeling Binnenland, FOB, heeft vandaag een Afingi-cursus georganiseerd. Afingi of Apiti is een traditionele marronsoep die vooral door Okaners en Saramakaners wordt bereid. De activiteit vond plaats op het FOB-kantoor aan de Van Brussellaan. Op deze workshop zijn de voorbereidingen van het koken van dit gerecht haarfijn uitgelegd aan de cursisten. Hierna hebben ze onder begeleiding van Afingi-kenners de soep zelf klaargemaakt. Jafna Sandveld van Stichting Fondsontwikkeling Binnenland, tevens coördinator van de Afingi-workshop, zegt dat de stichting in december 2018 15 jaar bestaat. In dat kader organiseert zij daarom diverse activiteiten om de inheemse en marroncultuur te belichten. Sandveld is blij met het verloop van de Afingi-cursus. De workshop is heel goed gegaan. Ik denk dat de cursisten in het begin een beetje zenuwachtig waren. Want je weet, die bokodomi, je moet het kunnen doen. Hè? En die kneepjes moet je aanleren. En ook die zijn vandaag aangeleerd. En het is goed gegaan. Ze hebben cassaveballetjes kunnen maken, die bokodomi. En ze hebben een goede en een lekkere afingi gemaakt. En ze zijn tevreden. U heeft geproefd, want u praat over een lekkere afingi. Heerlijk, ik heb geproefd. Er zijn cursisten die hebben gemaakt met anjumara. Anderen hebben gemaakt met gerookte hee, anderen hebben gemaakt met pingo. Dus ik heb allemaal geproefd en ze waren goed. Jafna Landveld, onze nieuwsdienst, sprak ook met enkele cursisten. Ze zijn vol lof over de workshop vooral. De bokodomi heeft hen veel moeite gekost. Ik heb dus vandaag geleerd hoe ik deze domi moet breken. Ze hebben een bokodomi. En ja, ik heb dus ook geleerd hoe ik mijn bouillon moest maken. En ja, de algehele soep, de afingi soep. Ik kon het dus wel eerder, maar ik dacht van ik neem deel om dus van anderen te leren en kijken hoe zij het doet. En ja, andere mensen leren kennen. En van waar de interesse om afingi soep te maken? Nou, ik ben iemand die van de keuken houdt. Ik hou van de culturen, ik hou van de talen en ook de gerechten. Ik heb dus ook al eerder deelgenomen aan andere kookworkshops. En ik heb deze dus gezien op Facebook en ik dacht van waarom niet. Dus ik vond het leuk om het zelf te leren koken. Dan ben ik niet afhankelijk van wanneer zij het koken. Ik kan het koken wanneer ik wil. En dat is gelukt, dat gaat lukken na deze workshop? Absoluut, vanmiddag ga ik al een tweede pot koken. Met hee en pingo. Twee patten had hij gemaakt? Nee, ik heb beide erin gezet. Ja. En hoe proeft het? Eigenlijk moet ik u laten proeven. Na vandaag dus regelmatig afingi in uw keuken? Niet zo regelmatig. Want die soep op zich is niet moeilijk en is snel gekookt. Het zijn de balletjes, de domi die je erin moet gooien. Dat neemt een beetje tijd. Ja, dit is echt soul food. Is echt lekker. Als je ziek bent, kan je het drinken. Dan ben je weer goed. Ja, zo geweldig is het. Je zag dus Dube Mirelse en daarvoor Denise Lang en Chanel Vadaans. Ze hebben allen deelgenomen aan de Afingi-cursus van de Stichting Fondsontwikkeling Binnenland FOB. De deelnemers hebben na de cursus een certificaat in ontvangst genomen.